Jetse Bol is één van de talenten die debuteert bij de grote mannen. En de rijder uit Avenhoorn kan in die nieuwe omgeving zijn draai best vinden. Ja, goed. Natuurlijk al in december een trainingskamp gehad op Fuerteventura. En ik heb afgelopen 2 jaar al een keer stage gelopen. Maar goed, vandaag lekker getraind en kijken uit naar het seizoen. Over het seizoen gesproken. Hoe gaat het er voor jou ongeveer uitzien? Heb je al een idee? Ik ga starten op Mallorca. Het is een Mallorca Challenge. Daarna doe ik voor Algarve, Portugal. En dan Cune, Brussel, Cune. En dan moeten we weer eventjes verder kijken. Zijn dat rondes waarin je dan vooral ervaring op moet doen? Of waarin je ook voor je eigen kansen kunt rijden? Ja, het is gewoon nog eventjes afwachten. Natuurlijk voornamelijk ervaring opdoen. Maar ook voor de mannen het werk doen. Maar dat is alleen maar goed. En dan kan ik alleen maar ervan leren en beter worden. Dus daar kijk ik naar uit. Leren, beter worden. Doe je dat ook door met de mannen te praten? Ja, tuurlijk. Je kan gewoon heel veel van iedereen opsteken. En iedereen staat ook voor open om dingen op je over te dragen. Dus dat is heel mooi, heel oor open houden. En daar kan je alleen maar beter van worden. Bijvoorbeeld in het trainingskamp, dan ben je met iemand als Juan Manuel Garate. Zoveel ervaring, kan je alleen maar iets van opsteken. Ja, nee, zeker. Ze zei vandaag nog wat over mijn positie op de fiets. En dat soort dingen. Die mannen hebben heel veel ervaring. Dus goed naar luisteren. Wat wil je zelf nog meer dit seizoen? Heb je iets in gedachten? Nee, het is lastig. Qua wedstrijdprogramma, ja, het is gewoon even afwachten hoe het gaat ontwikkelen en hoe de vorm is. En natuurlijk, ik wil gewoon lekker kunnen rijden en als het kan een keer mijn mooie uitslagen meepakken. Maar ja, het is voornamelijk sterker worden en ervaring opdoen en groeien. Dat is het belangrijkste. Wat merk je nu al het verschil met bijvoorbeeld de Continental ploeg? Er wordt wel lekker doorgereden, maar dat is logisch. Ik begin hier natuurlijk gewoon weer onderaan de ladder en daar was ik op een gegeven moment toch wel een van de kopmannen. Dus dat is op zich ook logisch. Moet je dan ook mentaal even omschakelen? Nee hoor, want dat weet je gewoon en daar heb ik me gewoon op ingesteld. Kijk, je weet dat je hier niet de grote man bent en dat is ook helemaal niet erg. Maar als je daar maar mee om kan gaan en dat gaat goed.